Dat was reuze schrikken bij Jan de Hoevrie. Worden we door de grote interieurontwerper uitgenodigd voor een leuke lunch bij hem thuis, blijkt de onbetwiste koning van de kleur wit, de man waardoor heel Nederland nu aan de witte meubeltjes is, opeens zijn eigen witte vleugel zwart gespoten te hebben. Wat is er aan de hand? Is Jan van zijn geloof gevallen? Bezorgd vroegen we hem of hij nog meer van die nouveautés in petto heeft, waardoor we ons hele huis opnieuw moeten gaan inrichten. Dit is bijvoorbeeld een heel belangrijk nieuw element. Bij de serre. Nederland vaak grauw. Ja. We hebben natuurlijk wel een prachtige zomer, maar over het algemeen is het grauw. Ja, ja. En wat ik enorm veel ontwerp op het ogenblik, met name ook met kleinere huizen, dat er een stuk je serre aangebouwd wordt. Ja. Waardoor de mensen gewoon meer contact met buiten hebben, mooier licht binnenkomt. Ja, ja. En dat is een nieuw element. Ik heb het hier dus zeg maar 2 jaar geleden toegepast. Ja, ja. Maar je ziet het zelfs in premie A-woningen worden zelfs elementen als serres aangebouwd. Ja. Wat een extra zithoek geven. Vertel eens, heeft u veel nieuwe dingen in uw huis? Kunt u me eens wat aanwijzen, wat handige tips of wat uw nieuwe dingen zijn? Ja, ik denk dat we bijvoorbeeld in deze hoek gaan kijken. Ja. Een gang bij vrijwel alle mensen, ook internationaal, naar sfeer en gezelligheid. Ja. Dus ook niet meer naar de grote kamers. Nee. Gewoon knussere hoekjes. Oh, dat is... Ja. En dat zie je ook in design terug. Hè? Hier staat bijvoorbeeld mijn nieuwste bank. Ja. En die... Met een oude Jan Kramer erboven, met, zie ik. Met een oude Jan Kramer erboven. Ja. Kleur. Hè? Ik beken weer kleur. En geduldig legt de grote meester uit dat een vloerkleed best iets weg mag hebben van een ongeluk. Je de kroonlucht de eerste paar keer flink moet laten vallen. Dat de Porsche zwart moet zijn. De deuxchevaux bruin. En de huismanege komt dit seizoen in crème. We mochten zelfs een kijkje nemen in de keuken van de designkoning. Dit is de nieuwste ijskast van A. In dit geval dan van dit merk. Maar ik ook geadviseerd heb bij die fabrikant. De mogelijkheid is dat hier ijskronkels uitkomen. Dat gaat goed, ja. Heel verrassend was verder dat de mixer ingebouwd is in het aanrecht, dat de puree gestampt wordt in een champagnekoeler en dat alcohol geheel uit een boze is. Men drinkt vergif tegenwoordig. Erg handig vonden we verder dat via monitor en afstandsbediening gezien kan worden wanneer de hond klaar is met zijn behoeften. Vlug terug naar Jan, want hij heeft nog veel kleurrijk nieuws. Ik vind dat je in een huis moet leven en ik vind dat, ik hou bijvoorbeeld van naturel, dat vind ik mooi. Dat geeft ruimte ook, met name in Nederland zijn huizen klein. En wil je ruimte creëren, moet je toch met veel lichte kleuren werken. En ik vind daar, of je daar nou in rookt of je drankje drinkt, een huis moet leefbaar zijn. U heeft ook niks op de schoorsteenmantel. Ik ken alleen maar mensen die de schoorsteenmantel gebruiken juist om dingen op te zetten. Ja. Mag dat niet? Alles mag. Het karakter van de gastheer is af te lezen aan de juiste theetafelboeken. Ik ben gek op kunst. Ik vind dat mensen meer naar hedendaagse kunst moeten kijken. En dat ook moeten toevoegen bij hun woning. Dat werd vroeger gedaan. Hè? Niet iedereen kan een Rembrandt zich permitteren of een Paul de Lucenet. Maar ik denk dat kunst een uitstraling geeft van wie je bent. Und wer ist das denn hier? Picasso. Eben, das habe ich doch gesagt. Ich habe mir gesagt, das ist Picasso, hat irgendjemand zu mir gesagt. Ook Frau von Puttkammer van de Duitse ambassade was ganz verrückt van de schöne Wohnung. De aanleiding van ons aller bezoek aan Jan de Hoevrie was een lunch georganiseerd door de ID-groep, waarbij een aantal fabrikanten het beste bestek, het mooiste glaswerk en het nieuwste serviesgoed presenteerden. Het gaat goed in de tafeldekbranche. Zonder messenleggers kunt je het binnenkort wel schudden, wilt je nog 1 behoorlijke gast aan tafel krijgen. De gastvrouw bevond zich in de keuken. Wat zouden we eten? We eten nu draadjesvlees of suddervlees met rode kool met appeltjes en aardappelpuree. Ja, dus niks, geen caviar en zalm? Nee. Want dat krijg je al genoeg buiten de deur in de restaurants. En zo thuis eten vind ik het gewoon lekker om gewoon te koken. En entertaint u veel thuis? We
proberen wel zoveel mogelijk thuis te eten. Ook als we dus zakenrelaties bezoek krijgen. Omdat we, ja, normaal zitten we al zoveel in restaurants. En als we dan mensen te eten vragen, dan doen we toch het liefst hier thuis en niet in een restaurant. En dan kookt je dus gehaktballen, salade. Nou, niet gehaktballen, maar de wat simpele gerechten. Ja, ja. Want het merendeel van de mensen eet toch al veel buiten, wat ik al zei. Dus, ja. De gastvrouw werd geholpen door een stel jonge, behulpzame, nog niet van platvoeten voorziene horecamensen. Meneer Wijnand, u bent hier met leerlingen van de hotelschool Amsterdam. Wat is uw functie op die school? Praktijkdocent gastvrijheidskunde. Gastvrijheidskunde. En dat betekent dat kan je in tweeën splitsen. In de distributielijn of in de productielijn. Spreken we over de distributielijn en praten we over de serveerkant. Spreken we over de productielijn en praten we over de mensen in de keuken. Ja, u weet ook dat in Nederland staat erom bekend dat er altijd zo ontzettend slecht bediend wordt. Zowel in winkels, maar ook in restaurants. Ja. Wat doet u daaraan? Ik hoop dat die dan geen opleiding hebben gehad op de hotelschool. En dat is dan meestal ook zo. Veel wijzer werden we dus niet van meneer Wijnands. Misschien dat Wiener Born meer uit hem kreeg. Nadat ook zij bijgeschaafd was over gastvrijheidskunde, vertelde de vrouw wie de kookboek een menig keukenschapje siert, waarom ze bij deze lunch aanwezig was. Het interesseert me heel erg omdat ik met diverse dingen bezig ben, ja, ja. Waar dit heel interessant voor is. Ja. Zoals? Culinair museum. Oh, dat is een leuk onderwerp. Daar komt er een culinair museum. Ja. Weet je ook al waar? Ja, Amersfoort. In Amersfoort? Ja. Is dat een... Maar waarom in Nederland een culinair museum? Nou ja, wij zijn het enige land dat er nog geen heeft. Dus dan wordt het wel tijd. Op die manier? U heeft niet een favoriete snackbar? Snackbar? Nee, eigenlijk niet. Patatje oorlog is u ook niet bekend wat nee, dat is? Nee, dat is een nieuwe term die ik nu lekker, hoor. Lekker hoor, patatje oorlog. Oh, wat is het dan? Dat is patat met pindasaus, mayonaise en ketchup. Mijn hemel. Mevrouw van Poetkammer bleef de hele middag diep onder de indruk van het huis van de familie der Mouvrie. De gastheer bleef echter bescheiden. I'm very well known in Holland, but it's very small country. But I'm happy with it. Terwijl de genodigden zich te goed deden aan het draadjesfeest van Monique der Mouvrie, laten wij u smullen van de tuin. Geslagen via een zwart-wit monitor namen we groen van jaloezie afscheid van deze gedesigneerde tempel gewijd aan de juiste smaak. U weet het dus nu, ook uw premie-aanwoning zal eraan moeten geloven. Nu heel Nederland golf speelt, wat is dat toch jammer? Waren we blij dat we een uitnodiging ontvingen voor een iets minder volkse sport, polo. Daar we niks van polo afwisten, togen we al vroeg naar de Lage Vuurse, waar we een gesprek hadden met twee Hollandse polospelers. Ik hoorde er zijn in Nederland 40 polospelers, maar nu bestaat het Hollandse team uit u twee als Nederlanders en twee Engelsen. Zijn die andere 38 nog niet goed genoeg om mee te spelen? Nou, er zijn geen 40 polospelers, maar ik denk een 15. Het is vanaf 88 heeft een vlucht genomen. Het zijn twee clubs. Nijkerk, Balkenschoten en Oorschot de Baast. Wat heb je nodig voor polo? 4 paarden, een helm, kniebeschermers, sticks, ballen, een hoop poen en veel vrije tijd. Polo is een zomersport. Wat doen de heren 's winters? Dan zijn de paarden moe. De vrouwen boos en het geld is op. Dus dan heb je een goede reden. Polo is hartstikke leuk. Van 2:30 tot 3:30 is er tea. Daarna wordt er 4x7 minuten gespeeld. Van 4:30 tot 5:30 zijn er cocktails. Dan wordt er weer 4x7 minuten gespeeld. En om 6:30 is er champagne, caviar en kreeft. Waarna we aan het warm eten kunnen beginnen. Meneer Verhaaf van de luxe catering had dan ook een heel tentendorp ingericht voor de inwendige mens. Het aantrekkelijke van polo is dat het onbetaalbaar is. Het trekt dan ook dure sponsors. 10 prestigieuze merknamen dongen naar de gunst van de paardminnende portemonnees. Meneer Giersen, directeur van BMW Nederland, was een van de hoofdsponsors van het evenement. Hij had in totaal zo'n 300 gasten uitgenodigd.
50% bestaande klanten om vast te houden en 50% mensen die zich straks hopelijk verplicht zullen voelen als tegenprestatie een BMW'tje te kopen. Maar de meneer van Burg Holding stal de show. Hij was een kleine sponsor, had maar één tafel gekocht, toch was zo handig geweest om prins Bernhard uit te nodigen. Hij zat dus eerste rang om met PB en dienstsecretaresse Kokkie Gillis de wedstrijd te volgen. En als je vooraan zit, wordt er goed voor je gezorgd. Niet iedereen is welkom. Men wordt uitgenodigd door de sponsor. Hij betaalt 275 gulden per gast. Men genoot. Polo kan bijzonder spannend zijn. Zo spannend zelfs dat het commentaar van Ruud Terweijden niet eens echt hinderde. Bob Spaak dacht er het zijne van. Het aardigste aan een polowedstrijd is de rust. Het publiek wordt dan opgeroepen het veld te betreden en de omgewoelde aarde plat te stampen, zodat het veld weer bespeelbaar wordt. Aan dat aanstampen nu kan men zien dat polo nog nieuw is in Nederland. Terwijl koningin Elisabeth van Engeland altijd als eerst het veld op is om met haar groen rubberen laarzen de boel dicht te trappen, bestaat er in Nederland nog enige terughoudendheid. Men had de verkeerde schoenen aan. Terwijl we zelf ook de verkeerde schoenen aan hadden, probeerden we toch het goede voorbeeld te geven. Maar tevergeefs. De liefde voor de eigen Molière is groter dan de liefde voor de grasbol. En hier hebben we natuurlijk ook niks aan. Het publiek kwam het veld op om zaken te doen. De sfeer is echt unaniem, gezellig met elkaar bezig zijn en elkaar ontmoeten, genieten van de wedstrijd en daarnaast een uitstekende verzorging. Er was veel onroerend goed aanwezig. Makelaar Harry Mens brengt volgend jaar Pavarotti naar Nederland en hoopt op die manier zelf beroemd te worden. Makelaar Cor van Zadelhof is al beroemd genoeg. Na het stampen komt het schrapen. Hier kan men zien wie de stampers en wie de zakendoeners zijn. Hier wordt aan sociale controle gedaan. Hoe spannend een man er ook uitziet in polokleding, zaken doen is nog spannender, want de meeste mannen hadden een kantoorpak aangetrokken. Het leek soms wel één grote vergadering van de Raad van Bestuur. De sportievelingen vielen dan ook op. Dit is het Engelse team. En dit het Braziliaanse, bestaande uit excentrieke miljonairs. Zij hadden hun dames meegenomen. Zo draagt men paars in Brazilië en zo in Nederland. Op de Apra-Polo spraken we even met de prins. 3 jaar geleden al begonnen met paardrijden. En die kleine polo-ponies, die Argentijnse paarden. Ze zijn niet zo klein. Dat viel trouwens wel mee. We zagen nog meer oude bekenden. Holland won. En het leuke is dat Holland vorig jaar ook won. En het jaar daarvoor ook al. Hebben we briljante polospelers of hebben we tegenstanders die graag terugkomen? En as everybody knows, it's nice to be liked. De beker werd uitgereikt door prins Bernhard. Wat aanleiding was voor de meneer van Burg Holding, bij wie de prins aan tafel zat, om ook het veld op te stappen. Wat weer enig tandig geknars veroorzaakt op die tribune. Grote sponsors zagen met ledenogen toe hoe een kleine sponsor met de eer ging strijken. Gelukkig was er het Wilhelmus. Waarna het tijd werd voor cultuur. De caviar was zo lekker dat we helemaal gewonnen zijn voor polo. Op naar de volgende partij. Keurig. De Randstad is nog wel degelijk leefbaar. Het is niet overal vies, vuil en vol. Als je de juiste locatie maar weet te vinden. We nemen u mee naar een van de fraaiste en chicste landgoederen van Wassenaar. Waar we uitgenodigd waren door de echtgenote van de Duitse gezant in Nederland, vrouw Carina von Poetkamer. Met gepoetste schoenen belden we aan.
Guten Tag, Frau von Puttkammer. Hallo, Tag, mein lieber Dröge. Kommen Sie rein. Es ist schön, dass Sie da sind. Ja, ja, aber wie herrlich ist das Feuer hier? Ja, das brennt meistens. Das, ja? Das liebe ich schon zum Frühstück. Und das ist einfach gemütlich. Ja, 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 ja. Wir haben ein wunderschönes Haus. Ja, ja, das kann, ja, man wohl sagen. Ja, ja, bestimmt, ja. Sie wohnen schon lange hier? Zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb Jahre, mhm, ja. Oh, und wie lange bleiben Sie noch hier wohnen? Denn? Oh Gott, da müssen Sie mich was Besseres fragen, das weiß ich nicht. Nein, das, nein, weiß man in unserem Beruf nie. Nein. Nein. Diplomaten leiden een luxe nomadenleven. Om de vier jaar wisselen ze van standplaats. Zo wonen mevrouw van Puttkammer in India, Zwitserland en Roemenië. En volgend jaar vertrekt ze weer met nu nog onbekende bestemming. Meines Erachtens ist Wassenaar der allerschönste Vorort einer Stadt, den es überhaupt in Europa gibt. Also dieses Wassenaar ist so unglaublich schön. Es ist grün, es hat nur Bäume, diese herrlichen Häuser. Und da kann ich nur jeden Tag einkaufen gehen, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto. Und ich liebe Wassenaar. Ja. Also Wassenaar, ja, ist wunderbar einfach. Sie haben ein Fahrrad? Ich habe, ja, ein Fahrrad, natürlich. Ja. Als gute Fast-Holländerin muss ich doch ein Fahrrad haben. Ganz gut. Ja. Door het vele verhuizen moeten diplomaten steeds weer een nieuwe vriendenkring opbouwen. Dat lijkt ons lastig. Voor een innemende vrouw als Carina von Puttkammer is dat echter geen probleem. Und es war wie ein Schneeball. Ein Paar haben wir kennengelernt und dann eingeladen worden sind wir. Und dann tanzen wir eigentlich durchs ganze Land von einem Fest zum anderen. Und eigentlich, ja, fast ausschließlich mit holländischen Freunden. Ja. Ja. Unsere Gastfrau ist ein groot bewunderer von Kunst. Das ist ein Buffet. Matisse, Poljakow. Und hier ist... das nennen wir, oder das hieß immer, der braune Salon. Und das ist, wie Sie sehen, der Arbeitstisch. Der Arbeitstisch meines Mannes mit, ja, den geliebten allerletzten Rosen aus dem Garten. Also das wirklich, ist aus Ihre das, eigene Garten. Das ist hier, vorgestern haben wir die abgeschnitten. Es blühten hunderte, hunderte von Rosen. Ja. Das ist also jetzt das Ende, ja, vom Sommer. So, also hier wird natürlich ferngesehen und gearbeitet, gedacht, ja, ja, gelesen. Ja, ja. Und es ist ein ganz unglaublich gemütlicher Raum, weil es nur innen wird. Doch, da hat es eigentlich eine Außenwand, aber es ist ganz warm. Mhm. Und dieser Plafond da oben ist also besonders schön. Ja, es ist wirklich ein schönes Haus. Und Sie haben noch ein Zimmer? Ja, ich habe ein wunderbares Esszimmer. Okay, okay, okay. Ja, gehen wir mal. Ich, ja, habe ein herrliches Esszimmer. Mal ein Streichholz haben. Oh, ich habe hier. Oh ja, ja, ja. Also, ich habe 20 Damen, ach, zum Lunch eingeladen und sie kommen gleich. Ich bin wirklich entsetzlich aufgeregt. Es ist nämlich mein allererstes Lunch. Ach Gott, das wird ja nie gehen. Allererste Lunch? Mein aller, very, very first Ladies Lunch in Holland. Ladies Lunch. Ladies Lunch. Und nur Damen kommen. Es sind nur Damen. Und ich weiß jetzt auch genau, warum ich das früher nie gemacht habe. Weil ich habe 5 Kinder gehabt und alle großgezogen, natürlich. Und, ja, habe nie Zeit dafür gehabt. Soll ich mal helfen, ja? Ja, das wäre eine wunderbare Idee. Es dauert ja noch 3 Stunden, bis wir damit fertig sind. Aber bitte, Frau von Puttkammer, Sie haben viel Personal, glaube ich. Ich habe kein Personal, nein. Nein? Nein, ich habe überhaupt kein Personal. Ich habe heute natürlich eine wunderbare Köchin, die mir mein Lunch kocht. Nicht das Catering, die nein, das ist kein Catering. Oh nein, es wird alles in diesem Hause selber gekocht. Ja? Es wird alles alleine eingekauft, alle Zettel, es wird alleine abgerechnet. Nix Catering. Nein? Alles absolutely homemade. Oh, very good. Und das sauber machen, das ist ein ganz großes Haus. Wie, ja, wie geht das? Ach, da fragen Sie doch lieber nicht. Das mache ich alles alleine. Das glaubt man nicht. Ja, ja, ich weiß, das glaubt man nicht, aber es geht wunderbar. Und ja, und ich mache es eben alleine. Aber warum? Sie wollen das nicht, dass andere Leute hier kommen? Nein, ich habe es nicht. Ich bin sehr gerne, die paar Stunden, die man mal alleine sein kann, bin ich gerne alleine. Selbst, wie gesagt, beim Saubermachen.
Und kennen Sie mit die Stoppsauge hier? Natürlich, ja? na klar, warum denn nicht? Nein, Sie sind, haben ganz recht. Eben. So, jetzt brennen die Kerzen. Ist alles an? Ja. Eins, zwei. Und wie viele Damen kommen? Also 19. Mevrouw van Poetkamer is een gevierde society hostess in Wassenaar. Ze heeft er het huis dan ook voor. Es ist ja im Grunde ein ganz privates Haus. Es ist wirklich unsere La Source de notre vie in Holland. Inmiddels is de eerste lady voor de lunch gearriveerd. Ja, ik doe eigenlijk niks anders als huizen zoeken en over het algemeen mooie huizen voor buitenlanders die hier voor een tijdje naar Holland komen. Ja. En gaat dat makkelijk? Ik bedoel, zijn die huizen niet allemaal vreselijk bezet hier in Wassenaar? Ja, het is niet makkelijk om hele goede huizen te vinden. Er is langzamerhand wel een markt gekomen voor mooie huizen. En de huizen worden steeds beter. Maar als je iets bijzonders wil hebben, zoals mevrouw van Poetkamer, dan is dat niet altijd zo makkelijk. Ja. U bent er geboren in Wassenaar, dat je al deze huizen kent? Nou, ik kende toevallig dit huis al van mijn vijfde jaar, in de jaren 50, omdat vrienden van mijn ouders hier woonden. Dus vandaar dat het nog dubbel zo leuk was om dit huis aan de Van Poetkamers te verhuren. Ja. En het huis weer te zien. We hadden nog uren door kunnen babbelen. Maar de gasten van mevrouw Van Poetkamer dwarrelden binnen. Hallo. Krijg me nou. Marie-Lise. Gezellig om bij jou te zijn. Een klein bloemetje. Is ja bezat. Wist je, alles kent. Dank je. Alles was wat. Dat is Diana van der Berg, Christina Körper. Ihr kennt euch noch nicht? Nee. Oh, na da. Ihr kennt euch natürlich. Oh, Olivia. Das ist Herr Drück. Der macht hier eine tolle Geschichte über das Haus. Nun erzähl mal was Nettes. Alleman heeft u, bent u niet bang? Alleman die vrouwen, ja? Dat is ja nog eerst een droom. Ja, hebben ze geen angst dat ze zerrissen werden? Van de hele Ihr kennt euch? Beatrice Berger? Oh, natürlich! Christina? Habt ihr mein Katja gekriegt? Das sehe ich doch. Kennst du Baronin Josine Forster-Forst? Kennt ihr Christina Körper? Noch nicht, aber einmal wird man am ersten Mal sein. Ihr war eingeschrieben, ins erste Buch hast du eingeschrieben. Ja, habe ich alles gemacht. Wunderbar. So, also nun geht das alles wieder vorne los. Die Dame kennt. Ist die zweite Einladung angekommen? Nee. Es ist nicht dein. Das ist ja die angerufen. Es ist wirklich hellspannend. Also Kinder, euch nicht alles kennen Sie. Tout le monde se connaît. Oui, presque. Die französische Botschaft. Da wieder einer da. Ik moet de pen niet in beginnen. Nee, dat hoeft toch helemaal niet. Bommel, die schaamde zich dood. Zo gezellig. Ja, het was echt gezellig. Ja. Allee, hallo. De ladies' lunch begon en jammer genoeg moesten we vertrekken. Het was heerlijk in de Wassenaarse haute-volière. Dit is heel goed. Nog niet, maar eindelijk weer een eerste maaltijd. Chique, gerenommeerde en uiterst Haags Hotel des Indes is niet meer wat het geweest is.
wouden we rustig een kopje thee drinken in de altijd zo weldadig aandoende ambiance van een der laatste gelegenheden waar men het goede der aarde nog weet te waarderen, blijkt er opeens een heavy metal band in de hal te spelen. Zweden. Maar wat is er aan de hand? Voor de 14e keer organiseerde juwelier Hugo van Wezel zijn jaarlijkse juwelenexpositie. En ook nu was het weer een sprankelend feest in de zender. De artilleriekapel speelde de sterretjes van de hemel. De schilderijen waren een lust voor het oog. En de juwelen waren in één woord om te stelen. Daarbij had men zwaar geschut ingezet om de sieraden aan de man te brengen. Den Haag stond paf. Ja, was het met Janneke Brinkman en toen was, niet vanwege mijn blauwe ogen, maar vanwege de aquarellen van Janneke Brinkman, het hele toenmalige kabinet aanwezig. Het was een wisselkabinet, daar waren dus twee. Hebben ze wat gekocht ook al, die ministers? Niet allemaal, maar een enkeling heeft toch een leuke doodje. Ja, ja. En is juwelenkoop, neemt dat nu toe met de feestdagen? Ik mag wel zeggen dat het eind van het jaar dat wel toeneemt. Ja. Wel. Maar met name in zo'n locatie als dit wacht men natuurlijk omdat het een leuk evenement is. Vol verwachting gingen we de Matahari Salon binnen. En ja hoor, daar waren ze. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. Een sprookje van flonkerende juwelen lachte ons toe. But it won't pay the rental on your humble flat. Or help you. Is het speciaal voor de kerstdagen van Sinterklaas en de tijden waarop je dingen kopen? Nee, eigenlijk het hele jaar door. Wel het hele jaar door, ja. En koopt u zelf of koopt u op meneer uw man? Koopt u ze meneer? Vaak. Het kost mij even mogen. Shape. These rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Bent u een juwelendraagster? Tuurlijk, hè? Zo, hoe beter, hoe meer. Hoe meer, hoe beter. Ja, maar u heeft nu... Nee. Als ik naar zo'n juwelen tentoonstelling ga, misschien koop ik iets, dan doe ik alleen de dingen om. Ja, ja. Om mee te beginnen. Ik krijg ze, ik maak ze en ik koop ze. U maakt ze al? Jawel, maar dat zijn natuurlijk geen echte juwelen. Nee, maar maak je ze voor een zaak of voor uzelf? Nee, voor mezelf. Voor uzelf? Ja. Ik vind wat u aan heeft zo erg mooi. Heeft u dat zelf gemaakt? Ja. Gemeente, ja. En wat, ik heb hier een ring en ik heb hier een ring. En dat die heeft u niet zelf gemaakt? Nee, die heb ik gekregen. Die heeft u gekregen? Ja, van ja. Meneer? Van meneer. Ja. En meneer, gaat u wat kopen voor mevrouw, zo voor de feestdagen? Dat hangt ervan af. Dat kan ik. Dat zou moeten, ja, dat weet ik al niet. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. Liefhebbers van uniformen konden vanmiddag reuze aan hun trekken komen. Den Haag is Den Haag. Hier heeft een uniform nog aanzien. Er waren veel hoge omens aanwezig. En hoge tantes ook. Wij zelf zagen er ook niet gek uit. Wat is op het ogenblik en vogue? En vogue is het sieraad uit de 19e eeuw of het hypermoderne. En met het hypermoderne bedoel ik toch dat altijd de klassieke tint in blijft zitten. Ja. Goud of zilver, wat koopt men liever op het ogenblik? Goud. Wat voor stenen? Dat is heel verschillend, maar dames houden erg veel van brillanten. But beware when they start to descend.
It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. Koop je ze zelf of krijg je ze van je man? Ja, hele moeilijke vraag. Ik vind ze erg mooi en dat weet mijn man. Oh ja. En als u iets mooi vindt, als u iets krijgt, zegt u dan wel even tegen hem eerst wat u wil hebben? Of zoekt hij zelf iets voor u uit? Nee, ik ga meestal mee. U gaat wel mee? Ja, ik ga eerst zelf even kijken, want vind ik toch wel leuker. Dus de verrassing is het echt nooit. Nou, ik ben altijd benieuwd of hij het wil kopen. Hè? Dat is voor mij de grote verwachting. Mevrouw Markrandel droeg zulke grote parels, we konden onze ogen niet geloven. Ja, dat is echt. Is wel erg. Ja. Maar ze zijn ook heel groot. En... Ja. Oh, ja. Mooi, hè? Is het niet erg dat mensen zoals ik zich daar nu vragen, is het echt? Echt, ja, daarom. Dat vindt u vast niet leuk of zo? Ja, dit is niet echt. Dat is niet echt, nee. Maar het is moeilijk te zien tegenwoordig. Ja. Hè? Ja. Ja, dat vind ik soms ook wel een probleem. Ja. Het enige waar je nog kan zien dat een juweel echt is, is het prijskaartje. Dit parelsnoer kost 6.000 gulden. De rode armband gaat weg voor 6.500. De broche op het blauwe kussentje is rond de 5. Die grote op het bruine kussentje doet 6. En dat ding op het gele kussentje is een aigrette, een haarsieraad uit de 18e eeuw, thans omgebouwd tot broche. Kosten 35.000 gulden. Mevrouw Wiegel zal dus wel blij verrast opveren thuis, nu zij ziet dat haar man bij deze expositie aanwezig is. Zit er dan toch wat in voor de kerst? Maar helaas, mevrouw Wiegel, we moeten u teleurstellen. Uw man heeft de hele tijd in de bar over politiek zitten praten. Bij de juwelen hebben we hem niet gezien. Koopt u wel eens juwelen voor uw vrouw of koopt uw vrouw... Met mate. En doet u dat dan voor Sinterklaas of Kerstmis of voor verjaardag? Of was gewoon door de zomer heen? Nou, niet al te vaak natuurlijk. Niet, maar nee? op het juiste moment. Ja, ja, ja. En dan ga ik zeker niet via de camera zeggen wanneer, niet waar? Nee. Maar u koopt wel eens wat. Ik koop wel eens wat. Heeft u zelf een juwelen? Mooie armbanden, ik noem maar iets. Ik zelf? Ja. Nee, armbanden draag ik niet. Niets, nee. Ik heb gewoon een horloge en een nette trouwring en dat lijkt me voldoende. Ja. Denkt u dat u met de feestdagen nog iets in zit? Ja? Ja. Draagt u veel sieraden? Is het altijd eigenlijk? Ja, als het kan. Zoveel mogelijk. Heerlijk, ja. Vind ik het. Ook als u boodschappen gaat doen of zo? Dan niet zo erg als nu. Nee, het liefst zou ik het wel doen, maar dat doe ik natuurlijk niet. Gaat u wat kopen op deze... Dat weet ik niet, hangt van mijn man af. Meneer, gaat u wat kopen voor uw vrouw? We gaan het eerst bekijken. Ja. Als u juwelen heeft, krijgt u ze van uw man of koopt u ze ook van zichzelf? Nee, ik krijg ze van mijn man. Ja. Het zelf kopen, nee, is niet echt leuk. Nee. Net zoals bont, moet je ook krijgen. Dat moet je ook krijgen, ja. En voor Sinterklaas, Kerstmis, zijn dat dagen dat u wat aan uw vrouw geeft? Of is dat niet aan jaargetijden verbonden? Nou, niet aan jaargetijden, maar wel aan bijzondere gebeurtenissen. Ja. En de kerst is er zo één. Trouwdag, hè, verjaardag. Dat zijn zowel de highlights in dit jaar. Ja. En als je lief bent. En als je lief bent, ja. Het wordt nog een spannende week voor de dames. Zal het een klein, zwaar pakje worden onder de boom? Of wordt het toch weer een keukenhulpje? Wij wensen u, hoe dan ook, een fonkelende kerst. Iedereen die in goede doen geraakt is, besteedt zijn geld aan zulke aardse zaken als een jacht, nachtbraken in Monte Carlo of een eigen plane. Gelukkig zijn er nog mensen die hun geld liever aan iets echts besteden. Iets dat goed voor de ziel is, iets cultureels, iets verheffends. Een vleugel. En dan niet zomaar een vleugel. Nee, een in plexiglas en goud uitgevoerde custom-made grand piano. Het Wassenaarse echtpaar Telgenkamp hield er een doopfeestje voor. Het is een beetje toverlans geworden. Ja. En het is omdat dat er een nieuwe vleugel is. Ja, er is een nieuwe vleugel. We hadden eerst een piano en nu hebben we een vleugel. Ja. En het is eigenlijk net zoals met de geboorte. Hij heeft een beetje aandacht nodig. Ja, nee. Maar hij zei ze ook mooi genoeg. Het is echt prachtig. Ik heb hem ook zelf poetsen. Mooi. Doet hij dat zelf dan?
Ik doe het zelf, maar ik heb natuurlijk ook hulp. Ja. Doe je alles zelf? Ja, wat ik nu gezien heb voor je huis, vind ik zo mooi. Heeft u dat zelf ingericht? Is dat een binnenhuisarchitect? Nee, dat doe ik allemaal zelf. Dat doet je allemaal zelf, ja. Gelukkig heeft mevrouw Telgekamp niet alleen veel smaak, maar ook de middelen om haar ideeën te realiseren. Haar echtgenoot zit in het onroerend goed. Hun residence is in heldere lichte tinten gehouden. Veel wit, ivoor, ivoire, crème of white room en goud. Ik vind zilver heel erg mooi. Dus ik zou heel snel iets van zilver gaan kopen. Ja. Dat is duidelijk. U houdt ook wel van goud. Ja, maar dat koop je niet zelf. Nee, precies. Dat moet je krijgen als ik heel lief ben van mijn man. En volgens mij bent u erg lief geweest voor uw man. Misschien wel, ja, maar zo is het gewoon. Mevrouw Telgekamp, zo te zien, bent u een liefhebber van beren? Ik niet. Mijn man wilde graag dit jaar ook nog een berenboom. Hij wilde een gouden boom, die zit in de hal. Ja. En hij wilde hier een berenboom. Dat is mooi gelukt, ja. En toen dacht ik, nou, dan zal ik je even een handje op weg helpen. Ja. En deze is ook heel gezellig erbij, ja. Ik heb hem oom Bob genoemd. Oom Bob. Die altijd maar aan de drang zit. Oom Bob heeft een beetje last van reuma vandaar. Oh, vandaar de mooie stuk bot erover. En? En Bobby. En kleine Bobby ook nog daar. Dus? Ja. Mevrouw doet er heel bescheiden over, maar ze is een actief gastvrouw, boordevol originele ideeën. Ja. Wat ik heel erg leuk vind, is dat nog eens een keer een verkleedfeest, heel gek. Maar mijn man vindt dat minder leuk, dus heeft toch eigenlijk wel... Hij moet het wel goed vinden. Ja, want u verzint allemaal leuke dingen, maar hij moet het allemaal wel goed vinden. Ja, natuurlijk. Ja. Ik vind het enig om feestjes te geven. Ja. We hebben met Celis heel leuks gedaan, een schip gehuurd. Was één. Dat is voor sale, afgelopen zomer, ja? Een heleboel mensen erop, 80. Echt 80 mensen met een zeemansluibandje. Eén was dat. En dan vaart je gewoon in de sale mee? Ja? Of dan op het ei? Ja. Ja, en zo'n boot huurt hij dat dan? Of huren? Ja. Ook met muziek en alles? Ja. En dan, is dat dan voor vrienden of ook voor zakenrelaties? Dat was voor vrienden en zakenrelaties. Ja. Dit is in dit geval alleen voor vrienden. Inmiddels waren de gasten voor het huisconcert gearriveerd. Men had zich met zorg gekleed. Want een echte vleugel, dus Laurens van Rooyen, dus cultuur... en dus kwam men in stemmig zwart. Eindelijk was het dan zover. De hal werd klaargemaakt voor het concert. Voorzichtig werd de vleugel naar zijn plaats gerold. Hij is nieuw en mag dus nog niet harder dan 80 km per uur. Hij werd ingereden door Laurens van Rooyen. Drie kwartier lang droomden de gasten weg. Voldaan leunde meneer en mevrouw Telgekamp achterover. Ja, de zangbodem is precies waar men zangerig genoeg. Het instrument repeteert perfect... En wat heeft die Van Rooyen een verrukkelijk touché. Het heeft de patiënten gekost, maar dan heb je ook wat. Jij speelt ook piano, hè, of niet? Ja. Je zegt dat meneer vertel eens. Ja, ik speel piano. Ja, soms. Ja, maar ze hebben een hele prachtige vleugel voor je aangeschaft. Ja. Ah.
benieuwd, geef je dan veel huisrecitals? Ja. De laatste tijd steeds vaker, ja. Dat was voor mij een totaal onbekend fenomeen. Omdat ik dus in de Schouwburg speel, platenmaak zoals je weet. Maar huisconcerten is iets wat de laatste tijd vaker, tamelijk vaak gebeurt. Dus per maand wel 4 of 5 ongeveer. En ik vind het heel leuk. Na het leuke recital wierp we nog een leuke blik op de D-gas. Prachtig, hij was bijna echt. Wel echt was de cursie aan de Vries die de Telgenkamps bezitten. Vertel eens, het gras is als een legerstadelte. Nee, dat is de prijs. Al die streepjes bij elkaar opgeteld. 111.000 of zoiets. Meneer de Vries, daar zit nog iemand achter. Ja, dat is hij ook. Ze zit nog even achter zichzelf verstopt. Ja. Ik vond het zo leuk, die herhaling. Ik vond het mooi aan profiel. Ja. Ik herinner me dat nu en ik heb dat gewoon herhaald. Ik kon niet ophouden. En deze roos, wat is dat daar bovenop? Ja, er is plotseling een parel, dat heb je in Wassenaar dan. Dat is een parel? Dan komt er ineens een parel. En wat dat, u houdt van parels, zit het daarom in? Ik vind parels heel mooi, ik vind de juwelen sowieso mooi. Ja. Ik zou het willen dat ik iedere dag een roos krijg met een parel. Want je bent zelf een juweel. Oh, dank je. Heeft u veel klanten in Wassenaar, meneer de Vries? Ja, ik geloof dat deze... De Groot Hazenbroekse weg, daar hangt al aardig vol. Ja. Dan kan er dan altijd nog meer bij. In Wassenaar is alleen het beste van het beste goed genoeg. Keteraar met Zon van de Boer was dan ook met een klein tentendorp neergestreken in de tuin. Terwijl Gregor Serban de tent voorverwarmde met zijn smeltende zigeunerklanken, volgden wij onze neus. De garnalen gingen net de jacuzzi in. Ja. Dus als hoofdschotel is er meestal wild gehoord. Ja. Maar wordt vis misschien meer gevraagd? Vis als voorgerecht of als tussengerecht? Ja. Dat, Sophia. Maar door het hele jaar door? Ja. Ik heb het idee dat kaviaar erg aan het opkomen is. Nee, dat is al lang. Dat is al lang? Ja hoor. Ja. Wel, ja. En ook echte kaviaar of gewoon salmijtjes? Nee, de echte. Wel echte, ja. En toetjes, dat is altijd nu met een desserttafel? Nee, we hebben ook glaasjes. Dat is weer, dan krijg je het in een glaasje geserveerd. En dan krijg je 3 of 5 glaasjes, koekjes. Ja. En dat heb je gewoon 9 verschillende soorten. En dan krijgt elke gast 3 of 5 glaasjes. Ja. Maar je hebt ook nog partijen die... besproken worden met een grand dessert. Ja. En dan heb je allerlei verschillende soorten moussen en bovenwas die op tafel komen. Ja. En wat ijs en wat flensjes. Ja. De gasten renden de tent in. Klassieke muziek maakt hongerig. Met spijt lieten we Nieuw Wassenaar achter ons. Het was een onvergetelijke soirée muzikaal. Oh ja, schitterend. Ja hoor. Oh, popje. Groot feest in het lieflijke Vinkeveen. Daar vierde de geliefde zangeres-actrice Ria Valk deze week, u gelooft het haast niet, haar 50ste verjaardag. Het feestvarken ontving onszelf in haar geriefelijke home. Ja, ik heb bosjes op mijn bosjes, breitjes op mijn dijtjes, carbonade en salades op mijn bil. Even voor de alfabeten onder ons. Ria Valk is de schepster van zulke onvergetelijke slagers als Rockabilly. Dan moet je mijn zuster zien, Ik heb borstjes op mijn worstjes en vele, vele anderen. Door welke artiesten laat Ria zich inspireren? Met de middelen. Oh ja. Dat is lekker. Ja. En Tina Turner natuurlijk, hè? Dat is niet te geloven. Die is ook 51 en dat is ook een beest. Ja.
En heeft u ook Hollandse platen thuis van collega's dat u draait? Ik draai mijn suf aan Benny Nijman. Bordjes op mijn bordjes, bietjes op mijn knietjes en op mijn hoofd een haantje uit de grill. Ja! Het smaakvolle interieur van Ria Valks villa, direct gelegen aan de Vinkeveense plassen, weerspiegelt het karakter van de veelzijdige artieste die ze is. Enerzijds een bewonderenswaardige blijmoedigheid, het carpe diem en Ria Valk. En anderzijds net dat snufje filosofie dat het leven tot zoveel meer maakt dan alleen maar leut. Maak uw man nu ook een keertje blij. Koop appels, peren, spruiten en bind ze om je kuiten. Ja, uw man wordt als een veulen in de wei. Want ik heb... De villa is, net als de carrière van Ria Valk, een droom. En hij is te koop. Ria zoekt iets kleiners. Ik vraag 1,5, 1,5 miljoen. Oh ja. Ach, het is niks, hè? Ja, nou god. Voor dat geld krijgt u Lou van Rees als buurman. Je kunt tenslotte niet alles hebben voor 1,5. U moet niet denken dat het alleen maar hela hola hop met de beentjes is geweest voor Ria Valk. Er was ook verdriet in het leven van de altijd zo goedlachse zangeres. Hier staat ze even stil bij een fotocollage van haar overleden echtgenoot. Sinds kort is er gelukkig echter weer een nieuwe brede schouder in haar leven. Bobby. Ja. Bobby, het lijkt een hondje. Hallo, dag. Hallo, ja, dag, dit is Bobby. Hoi, hallo Bobby. Bobby is Ria's steun en toeverlaat. Het eerste wat ik gekookt heb voor Ria was gewoon Oer-Hollands zuurkool met worst. Ja. Ja, dat is gewoon ook iets waar Ria ontzettend veel van houdt. Zuurkool, boerenkool, rode kool. Stamppot. Perfect, gewoon lekker stamppot. Na nog een snelle blik op Ria's optreedjurken, repten we ons naar buiten. Ja. Je kunt het hier wel een tijdje uithouden, hoor. Ik heb nog nooit zo gezeten, hoor. Ik voel me net John Collins, joh, hey. Een glanzende limousine stond klaar om de jarige en haar vriend naar Amsterdam te zoeven. Schat, op een heel gezellig feest. Een bloemstuk. Ter gelegenheid van haar verjaardag heeft Bobby een grootse party georganiseerd in de discotheek van het Hilton Hotel. Het was meteen al gezellig. Er was lekkere nasi. Er was volop champi. En het publiek had zich picobello aangekleed. Van heinde en ver waren de zangvips toegestroomd. Ik had ze eens vergeten, de liedjes van alweer. Ze staan nog niet versleten en dan gaat hij nog een keer. Oh, Sabrio, zijn jullie? En Sabri! Het was een banaan. Oh, Sabrio, si, yo, si, ja. Sabri, moli, 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 het was een banaan. Sabrio, si, yo, si, ja. Sabri, moli, 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 het was een banaan. Oh, Sabrio, si, ja, jullie weer. Sabri. Het was een banaan. Oh, Sabrio, si, ja. Sabri, en de worstjes op de borstjes natuurlijk, hè? Meiden, ze weten dat ik oorbellen gek ben. Ik ben oorbellen gek. Pas even aan. Heerlijk. Ik moet opnieuw. Met Ria is altijd ene. Het is zo'n flap uit. Je weet nooit wat je te wachten staat, maar het is altijd leuk. Maar een schat. Een schat. Ja. Maar dat geldt dus in hoofdzaak omdat ze als mens zo schat is. Maria is eigenlijk voor ons allen een hele fijne collega. Het is een collega die altijd er is als je zegt, je stuurt een uitnodiging, dan is ze er. Ze is positief en het is gewoon een hele fijne collega. Uiteraard hartstikke gezellig. Bijna nog steeds, want ik werk nu weer met haar samen. Met het project Frisbee. Ja. En daar gaan we mee het land in. We gaan een cd opnemen. Dat is heel erg leuk. Nou, ik denk, dat ik daar even iets over mag zeggen. Ria is zo'n ontzettende aardige collega. Die heeft natuurlijk ook de moeilijke tijden gehad. Maar omdat het altijd zo'n lieve meid was en altijd voor iedereen opkwam, is ook in die moeilijke tijden iedereen voor op de bres gesprongen. Ria, volgens beste eigenschap, spontaniteit.
Ook spontaniteit. Ook spontaniteit. Een leuke spontane meid. Bobby! Ja, Bobby! Ook op het feest week de trouwe Bobby niet van Ria's zij. Ria kreeg van hem een mooie ring en ook een feestelijke taart. Hoe vind je het nou, hè, met zo'n jonge minnaar, mijn prinsesje? Bobby deelde dan ook graag in de aandacht van het publiek en van de fotografen. De pers had een topavond. Niet alleen was er veel kleurrijks te zien, er was eveneens groot nieuws te melden. Stop de persen. Kiki Klasse, het vrolijke ding uit Zeg eens A, is een verhouding aangegaan met Reinoud Oerlemans uit Goede Tijden, Slechte Tijden. Ja, ja, het is wat. Natuurlijk moest op het feest ook gezongen worden. Veel artiesten grepen spontaan naar de microfoon. Ik, Harren. Harren. Ja. En zanger. Nou, ik had het liever mijn noemen. Ontdekking! Oh ja, nee, vertel even Ria's. Mickey Valk. We wou eerst zeggen, ja? Mickey Valk, een zoon had hij zong, maar dat... Ja. Maar hij zingt dat fantastisch. Well, I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I play. En verder zongen nog Ronnie Tober, de zingende ijskoman. En Ria Valk maakt het af. Lipstick on your car, though it's head on you. A lipstick on your car, said you were true, I bet you. De gezelligheid werd even onderbroken voor het eten. Waarna Ria weer vrolijk verder zong. I'm gonna be standing on the corner, where sweet about. Nu heeft u Ria gezien, maar dan heeft u de zuster nog niet gezien. En dan moet je mijn zuster zien, dan moet je mijn zuster zien. Of hij lijkt helemaal niet op gedaan. Dan moet je mijn zuster zien, en dan moet je mijn zuster zien. Alle mannen zijn stapelgek vandaag. Het was een dolle avond. Op weg naar de uitgang liet de manager van de exclusieve discotheek ons nog even, heel discreet, enkele geheimzinnige kastjes zien. Okay, wie is hier daarin? Vertel het. Wie ik is heb daarin? Hier meneer Jacques Snoek. Oh, die drinkt dat? Die drinkt ja? Whisky. Ja. En van zijn vrouw staat er ook eentje in, dat is Cardi. Die is aan de rum, ja. Die is ja, aan de rum. Ja, goed, ja. Ja. Kost dat ook iets extra's als je zo'n kastje wil? Nou, een kastje niet, maar een fles kost 240 gulden. Dan hebben ze een eigen frisdrank erbij, een emmertje ijs erbij. Ja, ja. Ik heb verder ook nog meer kastjes, dat kunt u even zien daar. We gaan gewoon door. Ik heb hier een kastje, die is van Vanessa. Vanessa Davies. Venus, ja. Ja. Ja, ja, dat past wel bij. Dat vindt u ook niet? Ja, zeker. Ja, en verder? En verder heb ik hier nog een kastje van Tineke Verburg. Die heeft ook een eigen flesje hier staan. Oh, die komt niet zoveel. Die fles staat nog vol. Ja, maar ze hebben weer een nieuwe flesje gekocht. Oh, is dat zo'n drinker? Dat is ja, ja. Ja, oh, dat is zo'n drinker. Oh, ja. Nee, leuk te horen. Ja, ze komt. Ja. Het was een leerzame avond. Met nog een laatste blik op Ria Valk namen we afscheid. Mogen zij ons nog lang blijven amuseren. U begrijpt al waar we ons naartoe haasten. In de Frieslandhal te Leeuwarden werd de 27e internationale hondententoonstelling gehouden. Kwijlend liepen we langs al die leuke en lieve, dikke en dunne, grote en kleine honden met hun gehoorzame baasjes. Niet gehinderd door enige kinologische kennis betraden we de arena. Dat is toch een poedel of niet? Nee, ze is Pigeon Frisé. Ha ha ha!
echt dood, mevrouw. Kijk eens heen. Hallo. Het is een huisgenoot van Duitse doggen. Een huisgenoot van Duitse doggen? Twee van deze en dan heb ik zeven Duitse doggen in huis. Zeven van die grote grijze? Ja, maar ik heb vier grijze, één zwarte, een gele en een gevlekte. En 11 puppen. Fok je ze of? Ja, ik fok ze. Oh, je fok ze. Het is allemaal niet voor gezellig in huis. Dus. Jawel, allemaal in huis. Ja? Allemaal in huis. Mogen ze op de bank en zo? Ja, kunt u zelf wel op de bank met allemaal al die honden? Op de bank. Nee, ja? De meeste zoeken we zelf een plekje. Hij zit echt allemaal op de bank. Speciale hoekbank voor de doggen. U meent het. Ja, ja. En die liggen er gewoon tussendoor. Deze lopen echt een paar bank zelf door. Nee, als hun ook puppies hebben, lopen die ook tussendoor. Ja, ja. Zijn maar slapen. Zijn allemaal op binnen. Allemaal. We slapen er drie op bed. Kwispelend begroeten we een cacofonie van honden. Negen? Alleen gewoon voor hun lol, voor uw plezier. Tot nu toe voor de show. Ja? God, en deze is ook een kampioen, zie ik? Ja, hij is kampioen. Ja. Vandaag geworden. Ja, ja. En oh, deze heeft ook gespeeld, want die zit nog heel jong. Die heeft het nog met de beer in de box. Nee, dat is niet omdat ze jong zijn, hoor. Gewoon omdat ik het zelf ook leuk vind voor ze. Ja. Dit is Tatiana en dit is Breni. Ze mogen door het hele huis. Ja, zijn ze een beetje gehoorzaam? Ja, heel erg. Je kan ze ook alles leren. De trouwe viervoeters zien er allemaal picobello uit. Het laten keuren van een hond is dan ook een ernstige zaak. Om de voetjes niet te veel te belasten, worden de honden vervoerd per limousine. Waarna ze meteen de cel ingaan. Dan begint het kammen. Het inkammen, het uitkammen, het opkammen en het tegenkammen. Het wordt puur geborsteld. En daar ben je gewoon één keer in de week ben je daar 4 à 5 uur aan zoek. Eens in de week 4 à 5 om alle honden te doen of één hond? Nee, om één hond te doen. Is dit een jonge hond of een oude? Deze is 2,5 jaar. Hoe heet hij? Ze heet Emma. Emma. Maar Emma. De stamboomnaam is Tutti Frutti. Het aardige van al dat kammen is dat het een prachtig resultaat oplevert. Dat is een trui van de wol die u van de hond heeft afgehaald. Ja. U meent het, er echt? Ja. Allemaal van uw eigen honden ook? Allemaal gespaard. En dan, ze worden dus geborsteld en je bewaart het haar in een sloop. Ja. En daarna wordt gesponnen. Wat doet hij daar, als je vragen mag? Nou, hij heeft daar een hele donkere, zwarte ondergrond. Ja. Huid. Ja. En dat, dat mag niet voor een Engelse keurmeester. Ja. En daarom maak ik dat een beetje werkt u een beetje bij. Vlak voor het grote moment wordt er nog snel even massaal naar de wc gegaan. Voor een enkeling echter bleek de spanning te groot. Eindelijk is het dan zover en kan het keuren beginnen. Na de
goedkeuring wordt er gegeten. Als ze heel lief zijn, krijgen ze een hamburger. Als ze heel stout zijn, pakken ze een keurmeester. En als ze gewonnen hebben, krijgen ze een poes. De doorsnee hond van een goed merk kost tussen de 750 en 1250 gulden. De duurste is de Mastino Napolitano. Als ik haar nu aanraak, dan zal hij aanvliegen. Dan zal hij me aanvliegen. Ja, laat ik het dan maar niet doen. Er waren honderden honden in Leeuwarden. Voor kleine meisjes echter bestaat er maar één hond, het Maltesertje. Net als met een pop kun je er heerlijk mee tutten. Kijk. Kunnen ze wel normaal lopen? Ja, zeker weten. Ja. Zeker weten. Nou, dat zit dan in de netsolie. In de netsolie? Ja, daar doen we netsolie over. Oh, u meent het? Ja, zeker weten. En doet hij dat elke dag als ik dit vragen mag? Ja. Nee, hè? Echt? Ja, eerlijk. Dat is een hobby. Is dat leuk? Ja, natuurlijk. Nee, ik vind het tenminste leuk. Ja, nee, god, met dierenwerk is altijd leuk, geloof ik, toch? Ja, het is één. Ja. Geef je heel veel liefde en voldoening. Ja. Ze heeft hier hele lange haren. Ja. En als ze nou wat gaat eten, wat gaat drinken, dan gaat het naar binnen. En dan heeft ze daar heel erg veel last van. En dan zou ze dat afkouwen en dan heeft ze nog een zoon haar. En dan heeft ze natuurlijk helemaal geen gezicht. Ja. Maar je kunt het ook afknippen. Ik kan het ook afknippen, maar dan hoef ik hier niet meer te komen. En dat zou jammer zijn. De hondententoonstelling in Leeuwarden is een geslaagd evenement. Het is heel leerzaam en je neemt er wat van mee. Het is hem gelukt. Het heeft erom gespannen en het heeft een centje gekost. Maar de oud-bloembollenkweker, thans makelaar te Lisse, Harry Mens, heeft dan toch eindelijk Luciano Pavarotti in de Ahoy weten te persen. Trots stond een nieuwbakken impresario met vrouw en kinderen bij de ingang om de uitverkorene persoonlijk welkom te heten. Kom jongens. Hey. Wij hebben genoeg bezoek, hè? Ja. Welkom. Hoi. Het zou een lange, warme dag worden. Om 4:00 PM stonden de liefhebbers van klassieke muziek al te trappelen om voor 2000 gulden per persoon te gaan genieten op niveau met kreeft en disco toe. Men had flink uitgepakt. Tegen hun zin hadden veel mannen voortijdig de golflinks moeten verlaten om vrouwlief de dag van haar leven te bezorgen. Want zoals de mannen vallen voor Madonna, zo zijn de dames weg van Pavarotti. Ja, ik zou hem heel eigenlijk even willen knuffelen, maar ik denk niet het mag. Ondanks de voortreffelijke inzet van het bedrijfsleven waren er toch nog lege plekken in de zaal. Harry Mens had daarom wat kaartjes rondgestrooid. En Tonio Hildebrand mocht komen als hij Adela Bloemendaal meebracht. En Adèle mocht komen als ze Rijk de Gooier wist mee te krijgen. Vol verwachting betraden we de VIP-tent van Maison van de Boer. Zoals altijd het voorportaal tot gelukzaligheid. Bij de garderobe reeds bevond zich het caviarstalletje. Snel namen we een hapje op de gezondheid van de zwerfkinderen. Want natuurlijk is er vanavond ook een goed doel ingehuurd. Zwerfkinderen in de landen krijgen 350.000 gulden uit de recette. En gelukkig maar. Niets is lekkerder dan genieten zonder schuldgevoel. Ook met zo'n laser zette, uiteraard geheel belangloos, haar beste beentje voor het goede doel. Het lot van de zwerfkinderen is voor velen een benauwende gedachte. Nadat Harry Mens voor de laatste keer welkom had gezegd, kon het concert een aanvang nemen.
en gingen wij een kijkje nemen in de keuken van Nederlands grootste cateraar. Geen tafels naar binnen dragen, eerst de vloeren schoonmaken en dan de tafels naar binnen dragen. Dames en heren van de wijken, de nummers 1 hierheen. En dan een witte chabrak, dames. Heeft de organisatie nog iets leuks bedacht voor Pavarotti? Er staat een heel mooie grote tafel waar hij met 11 gasten aan zal gaan zitten. Op een verhoogd podium met een aparte stoel voor hem. Zodat hij over de hele zaal heen kan kijken. Is er wel rekening gehouden met de eetlust van Pavarotti? Hij krijgt een mooi voorgerecht van allerlei verschillende soorten zalm. Gerookte zalm, zalmtataar, gemarineerde zalm. En hij krijgt, wat ook heel erg aardig is, hij krijgt een heel groot glas met verse uitgeperste citroenen. En als de citroensap op is, nieuw halen. Dus eventueel wat meer per vandaag. Ja. Zullen we even naar de keuken lopen? Dan ken je gelijk even de looproute. Dan gaan we even door het restaurant. Maar de bedoeling is in ieder geval om het hier vandaan. Ik zorg in ieder geval dat het water komt en de citroensap. Wij hebben hier koud staan. Ja. Dus wat drinkt er dan? Hij heeft die Italiaanse mooie wijn, die witte en de rode. Oh ja, van Angelo Gaia. Waar is de wijn van Pavarotti? Het is allemaal water. Het zit niet meer. Nee, daar rechts. Dat is de enige die nog niet op. Het is allemaal water. Niks. En limonade. Pavarotti. Nee, hè. Die Adele heeft toch niet de wijn van Pavarotti op. Oh god, en Rijk de Gooier staat er ook nog bij. Het zal ons toch niet gebeuren, hè? Hebben die twee drankkorrels de wijn van Pavarotti opgezongen? Gelukkig maar. In de pauze begaven we ons naar de tribunes van de Ahoy. Men kan goed zien dat Harry Mens uit Lisse komt. Vanaf hier hebben de mensen van 650 gulden een schitterend uitzicht op de mensen van 2000 gulden. En terwijl de intimie van Harry Mens beneden aan een glaasje champagne nipte, hadden wij een onverwachte ontmoeting. Kijk eens, hier is de moeder van Pavarotti, wou ik zeggen, van Harry Mens. Dus je kunt het niet weten. Bent u de moeder? Nee, echt? Ja, helemaal. Mag u niet beneden zitten dan? Nou, ik zit liever hier. Wel toch, ja? Ja, dat vind ik leuker. Bent u wel een beetje trots op uw zoon? Ja, wie zou dat niet zijn, hè? Ja, ja. Maar waarom mag je nou niet beneden zitten dan? Ik mag wel beneden, maar ik vind het hier leuker. Zeg, met de verrekijker. Kijkt u daar nu naar Pavarotti mee? Of naar de mensen beneden in de zaal? Ja, naar Vanessa en naar mijn schoondochter. Uw moeder staat boven op de tribune. Ja. Maar mag u niet beneden zitten? Ja, die mag gerust beneden zitten, maar daar doe ik er geen plezier mee. Dan moet ze een jurk kopen en dan moet de vriend van haar een smoking kopen. Daar doe ik ze geen plezier mee. Pavarotti streelt niet alleen het oor met het gehele wereldrepertoire, maar ook het oog. Hij schildert. Ook hier zijn alle genres vertegenwoordigd. Ondanks deze akelige verdachtmaking in de privé, vlogen de doeken de toonbank over. Want de handtekening is echt. Fijne vrouw. He, eindelijk kan het eten beginnen. Met het servet reeds in de hand neemt de stadiontenor afscheid van zijn publiek. Verpletterd kwam hij naar buiten. Ja. Het was prachtig, hè, mooi gezegd. Ja? Nou ja. Hij moet van zang houden natuurlijk. Prachtig. Heel mooi. Ik vond het prachtig, ja. Ja, helemaal te gek. Het was wel heel ontroerend. Nee, ik vond het prachtig. Kijk, dat heb je eens in je leven, hè. Did you like it? Ja, best bijna. We hebben genoten. Nou, gewoon tranen. Fantastisch. Het was heel gezellig, ja. De ene was nog beter dan het andere. Fantastisch. Nou ja.
Ja, hij moet van zang houden natuurlijk. Wat niet iedereen weet is dat hij tegen de pauze aan vlaag van duizeligheid begon te krijgen. Ik heb nog een dokter erbij gehad en een KNO-arts. Je weet het, ja? Ja, echt. Hij voelde zich helemaal niet lekker. De meeste robbers hadden de orkaan goed doorstaan. Vanessa echter had geen enkel risico genomen. Zonder dit dunne draadje zouden de schouderstukken opzij kunnen vallen en klap de voorgevel omlaag. En dat zou desastreus zijn. Ziet u nou veel werk rondlopen voor u? Ik heb heel veel werk van. Ik heb uit eigen werk hier heel veel gezien. Ondanks het feit dat dokter Molenaar vanavond zijn hele praktijk was tegengekomen, had hij toch weer wat te klagen. Ik heb die Brinkman gesproken. Ik zei, heer Brinkman, heeft u nou ook 2000 gulden betaald hiervoor? Nee, zegt hij, ik heb ze gekregen. Ik zeg, dan moet je toch eigenlijk wel rot schamen. We hebben meneer Molenaar maar niet verteld dat Nelly Smit Groes is uitgenodigd door Hertunders de Voet en Thierry. En dat Hanja Maiwegge ook niet zelf betaald heeft. Ja, we zijn wel uitgenodigd, maar door eigen vrienden. Ja. Niet helemaal als minister. Niet echt gelukkig. Gewoon als goede buurvrouw. En what about onze oud-minister van Economische Zaken, Rudolf de Korte, en zijn charmantige vrouw, Karin? Ik ben een zangfan. Een zangfan? Ja, en ik denk dat mijn gastheer me daarom heeft uitgenodigd. Wie is uw gastheer? Willem Smit. Ook wij haasten ons weg, want Pavarotti is in de VIP-tent gearriveerd. Nadat de man van 3 miljoen nog iets aardigs had gedaan met de zwerfkinderen en met de royalty, nam hij, beschermd door 30 lijfwachten, een hap en een slok en was na 10 minuten verdwenen. Het mocht de pret niet drukken. Oh, Kees, je bent zo nat. Kijk eens hoe nat ik ben. Men kan rustig stellen dat het Sinatra-gala van 2 jaar geleden een waardige opvolger heeft gekregen. Het was een prachtavond en geheel aftrekbaar van de belasting. Men komt hier om zaken te doen. Ik las ergens dat je ook misschien wel de politieker wil. Nou, ik moet je zeggen, als ik zie hoe houterig het hier en daar gaat, dan denk ik dat ik best wel een enige inbreng kan bieden aan het Nederlandse volk. We wachten gespannen af. De eerste stap is reeds gezet. Harry Mens is een bekende Nederlander geworden. Start spreading the news. We waren plotseling in New York. En niet zomaar in een achteraf hotelletje, nee, in de droom van elke handelsreiziger, het Waldorf Astoria. Het Waldorf Astoria is een van de meest prestigieuze hotelpaleizen ter wereld. Het is ingericht in oud-Europese stijl, wat tegenwoordig doorgaat voor hedendaagse Amerikaanse chic. Nergens is Art Deco zo prettig verklutst met Lodewijk de 33ste... Nergens is zo pittig rondgestrooid met marmeren beelden, strak verguld smeedwerk, zinnebeeldige vloeren en kroonluchters galore. Hier logeerden Rockefeller en Rothschild, Josephine Baker en Pius XII, maar het hotel is pas echt tot grote hoogte gestegen door de Waldorfsalade. De reden van ons bezoek is het liefdadigheidsfeest van de Netherlands America Foundation. Vanavond vindt plaats het Peter Stuyvesant-bal. Het is een charitatieve bal dat gehouden wordt onder de auspices van de Netherlands America Foundation, die als doelstelling heeft de promotie van de Nederlandse cultuur in Amerika, het financieren van Nederlandse studenten die hier willen studeren en Amerikaanse studenten die in Nederland studeren. Er blijft een plezierig netto winst over om deze doeleinden die wij gekozen hebben goed te kunnen financieel te steunen. Met ingehouden nieuwsgierigheid begaven we ons tussen de in New York wonende Hollandse society. De Shell, de Axo, de PTT, de ABN AMRO, de NMB Postbank, de Rabo, de KLM. Kortom, iedereen die $350 kon betalen was aanwezig. Alleen Peter Stuyvesant sigaretten waren er niet. Het bal heeft niks te maken met ultiem rookgenot.
En dit is dan ook geen sigarettenmeisje. Alhoewel het feest vorig jaar een drama was, omdat de band die het Wilhelmus moest spelen na twee maten de tel kwijtraakte, was de Hollandse gemeente toch weer trouw bijeengekomen om de heimwee te beleiden. Verlangt je nog wel eens terug naar Holland? We gaan zo vaak naar Nederland, want ik ben dol op Nederland. U komt echt vaak wel, ja? Ja, wij komen echt vaak, want ik zou het missen. Ik kan toch de grond zoenen als ik in Nederland En hoe is het met u? Verlangt u niet een beetje terug naar Holland? Ja, maar ik ga vrij vaak terug naar Nederland. Vrij vaak terug? Ja, en ik vind het heerlijk altijd. Wel toch, ja? Ja, ik ben er gek op. Daar het een caritatieve avond betrof, hadden de dames flink uitgepakt. Als in Nederland, wat vlak bij Parijs ligt. Ja, en soms zijn wij iets achter, maar op het ogenblik zijn we vrij op dezelfde golflengte, zou ik zeggen. Maar vind je het vervelend, Dolthof, omdat je zo op je uiterlijk moet letten? Ik vind het heerlijk om je mooi aan te kleden en leuk wat make-up, want het maakt toch... Ja, het geeft een andere indruk van een persoon. Maar als je boodschappen doet, gaat je dan ook... Gaat je ook helemaal echt, aangekleed gaat uit. Ook in de supermarkt? Jazeker. Ja? Wel, toch, hè? Weet je wat ze zeggen? You never know who you meet on the way. En het is echt zo. Ja? Als je wel eens denkt, nou, ik vlieg even naar buiten, dan kom je net weer iemand tegen. En gelukkig voor mevrouw de Vries had ze alles op en aan vanavond, want er was royalty aanwezig. Haar koninklijke hoogheid prinses Margriet is beschermvrouw van de Netherland America Foundation. Pieter van Vollenhoven beschermheer en de prinsen Bernhard en Maurits beschermjongens. Oranje is een graag geziene gast in het zo aan blauw bloedarmoede leidende Amerika. En toen werd het tijd om ons te begeven naar de Grand Ballroom van het Waldorf Astoria. Het 10e Peter Stuyvesant Ball gaat beginnen. De Amerikanen hadden hun best gedaan. Bij binnenkomst werden we meteen al vergast op authentiek oud-Hollandse volksmuziek, gespeeld door een in authentiek oud-Hollandse klederdracht gestoken ensemble. Gelukkig kwam al snel de prinses en haar man. De wereld van Peter Stuyvesant ging voor ons open. Veiligheidshalve had men de begeleiding van de volksliederen dit jaar nog op een bandje gezet. Er kon dus niks misgaan met het Helmus van Nassau. Na het officiële gedeelte kan men op een diner als dit niet meteen beginnen met eten. Er zijn eerst speeches. En ook na de speeches kan de soep nog niet door, want een bal is pas een bal als het eerst geopend wordt. Eindelijk soep. De bloemen waren speciaal uit Holland ingevlogen. Een bloemstuk op tafel is altijd leuk. Je hebt meteen een conversation piece. Holland zegt het met bloemen. En Amerika houdt nog steeds van Holland.
Gaat u veel met Hollanders om hier in Amerika? Jazeker, ja? Heel gezelliger. Heel gezelliger, ja? Dat hebben die Amerikanen niet, hè? Nee. Ze hebben altijd vreselijk druk met gasmaaien en zo, sport. Ja, ja. De Nederlanders in New York treffen elkaar dan ook met regelmaat. In de Rembrandt of Van Gogh room van de Hollandse club. Wij noemden het vroeger de Benevolent Society. En ik noem het de benevelde society. Bitterballen, I'm weird. Bitterballen. Bitterballen. Yes. Oh, ja. Of we hebben bijvoorbeeld Sinterklaasavond. Ja. Of we hebben Leidens Recept. Ja, ja, ja. Of we hebben Haring, ha-ha-ha-avond. Haring, Heineken, Harmonica. Ik kom 2 keer per jaar in Nederland en ik maak er een sport van om mijn Nederlands zo goed mogelijk te houden. Doe je business now or politics? I'm working for Dr. Kissinger's consulting firm in New York. Oh, yes, ja, ja. Ja, everybody thought that you're going to be president of the United States soon. You and my wife. You're originally Dutch? Well, I'm a descendant of Peter Stuyvesant. You are really from the man himself? Yes, I'm the direct descendant of it. Waarom weten we zo weinig van Peter Stuyvesant? Dutch, you know, are not very fond of their failed Dutch generals. En dat klopt. Peter Stuyvesant was gouverneur van New York. En als hij niet zo'n steile, calvinistische houdegen van een dictator was geweest, dan was New York nu Nederlands en had de hele wereld Hollands gesproken. We waren dan ook verrast hem aan te treffen vanavond. Where's your, how's your wooden leg? My wooden leg has healed. Het gaat dus goed met Peter Stuyvesant. Het been is eraan en het calvinisme is eraf. Er werd flink gedanst vanavond. Er was dan ook een Real American Mini Big Band ingehuurd. Het zweemde dat het een lust was. En wel zo dat Pieter van Vollenhoven geen tijd had om piano te spelen. Gelukkig was er een andere topact aangetrokken om de zaal te vertederen. Het was allemaal erg liefdadig. Charity leeft in de USA. En de Hollanders doen er graag aan mee. Kijk, hier in New York knok je per dag op tegen 4 à 5 van dit soort liefdadigheidsfeesten per dag. Deze Hollanders zijn dan ook speciaal naar Amerika gevlogen om geld in te zamelen voor de Portugese synagoge in Amsterdam. Het lukt ze aardig. En hoeveel heeft u nu opgehaald? Ja, het is eigenlijk nog maar een begin. Maar we zitten nu bijna op de $300,000. En dat is vanuit New York. Van één avond is dat? Dat is eigenlijk vanaf gisteravond, ja. Dus als je zegt je bent van Nederlandse afkomst of je bent een Nederlandse nou. Ja, maar is dat nog steeds... Nee, is dat echt zo, ja? Want wat hebben wij dan dat ze zo leuk vinden? Ja, ik denk meer cultuur of zo. Mm-hmm. Ja, de Belgen ook. Ja, maar Nederland is toch het land. Ja, 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 goed, mensen hoor. Met de mooie bloemen, met de zeevruchten, met de prachtige huizen. Ja, ja. Met de charmante mensen. Excellencies, Mr. Chairman and Mr. President, ladies and gentlemen. We always feel slightly guilty when we have to skip a year. Guilt, however, is something Peter Stuyvesant would certainly have appreciated, being the strict Calvinist that he was, and therefore born and bred with this feeling. This is Margrethe's good for the Dutch cause. Oh. I think she's a magnificent ambassador. Uitstekende speech heeft ze gehouden. Ik kan niet anders zeggen, dit was grandioos gedaan. Ja, ja, ja. Royalty speelt een grote rol in de Verenigde Staten. Margriet doet het dus goed als ambassadrice van Nederland. Dankzij haar werd de avond een groot succes. Maar het feit dat ze haar 2 oudste zonen had meegenomen naar New York maakte het bal tot een echt sprookjesbal. Welk New Yorks prinsesje droomt tenslotte niet van zo'n swingende Hollandse sprookjesprins?
bent nooit meer in Nederland. Nee. Alleen voor het boekenbal? Natuurlijk. Ik ben krom en ziek van het werken, niet waar, zoals een schrijver betaamt. En dan enkele keer mag ik naar de grote stad. En dat reserveer ik dan voor het boekenbal. Dan zie ik allerlei bekende mensen, beroemde schrijvers en uitgevers en zo. Qua beroemde schrijvers viel het boekenbal danig tegen dit keer. Maar voor de rest was het jaarlijkse avondje frivolité voor boekwinkeliers uit den landen een uiterst geslaagde happening. Ook dit keer weer een rush op de kaartjes. Want op het boekenbal moet je geweest zijn, op het boekenbal moet je gezien worden. En tussen de regels door blijf je mooi op de hoogte van de allerlaatste literaire ontwikkelingen. Men heeft wat te vertellen de volgende dag. Ja, Marian Berk is van haar man af. Nee, Ursel de Geer is niet meer met die zwarte. Hij heeft nu iets anders. En ja hoor, Carla Bo gaat Stederok weer omhoog. En voor we het vergeten, Hedy d'Ancona draait tegenwoordig thuis muziek van Willem Breuker. Heel weinig, maar altijd wel even 's avonds voor ik ga slapen of 's nachts. De goede navolging van Mette Koornstra was het boekenbal dit jaar prachtig versierd. Het thema was... Hoe zou Luc Buprano aan het kaartje gekomen zijn? Die is toch op straat gezet bij de Avenue? Enfin, het thema van de avond was hulde aan Indonesië. Het prachtige rijk van Insulinde. Minister Pronk was dus niet uitgenodigd. In een krachtige satélucht zag de stad Schouwburg eruit als een ware passer malam. Zelfs Wieteke van Dort was niet vergeten. De gasten waren gevraagd iets tropisch aan te trekken. En kon men niks tropisch vinden, dan was smaragdgroen ook goed. Groen hadden ze het niet. Was ze vroeger het boekenbal niet veel chique en meer, dat mensen zich meer aankleden en zo? Ja, dat geloof ik wel. De mensen waren weer formeel gekleed en zo. Ja. De koningin die dan zo'n jurk aan had zonder schouders. Koningin Juliana was altijd vaste gast op het boekenbal. Tot 1965. Toen was er een acteur die waterde op het toneel, waarna de koningin het voor gezien hield en gestopt is met de Nederlandse literatuur. Er was vanavond ook verheugend nieuws te melden. Het gaat goed met de Nederlandse letterkunde. Na jaren van kwakkelen is er een nieuwe grote schrijver opgestaan. Naast Moelie Schreven Hermans, Klaus Kampert en Wolkers hebben we tegenwoordig ook Van der Heijden. A.F.T. van der Heijden. Hij mocht de Boekenweekgeschenk schrijven en alom in de landen draagt men hem op handen. Ja, ik vind het de schrijver van de jaren 80 wel. En 90. En dat is niet Basje Heijnen die het van zichzelf zegt. Maar hij wordt enorm opgehemeld, dus geen kwaad woord wordt erover gezegd. Dat komt wel. Niet zo ongeduldig. Dat komt wel. Ik vind hem dik en ontroerend. Dik en ontroerend. Zijn boeken dik of zijn taille? Nee, de man zelf, ja. Van der Heijden, wat vind je ervan? Dikke pillen. Ik heb altijd het gevoel dat ik toch aan het drank raak als ik hem lees. Ja, dat vind ik een goede schrijver. Ik heb het echt geprobeerd. Jan, geloof me nou. Ik heb echt alle krachten in mijn hand. Ik ben in een stoel gaan zitten en met een valium. En ik kon dan niet 6 pagina's over het aaien van je poes. Over wie? Van der Heijden. Welke Van der Heijden? Nee, ik ben het niet, helaas. Adrie is het. Ja. Maar u hebt wel gedebuteerd, toch, nu, met een boek? Ja. Ja. Is dat goed ontvangen? Nou, dat weet ik nog niet. Het is vandaag in de boekhandel gekomen, geloof ik. Aha. Dus nog niemand heeft het gelezen. Heerlijk is dat. Behalve Haaien van der Heijden was er nog een debutant op het bal. Vertel eens, hoe heet het boek? De Roeping van het Vlees. De Roeping van het Vlees. Alsof ze het gehoord had, kan Vera de Vries terug om zijn. I'm too busy living. Ik heb het te druk met leven. Ik heb 2 minnaars bij me. Dus het kan 2? Op, ja. Maar waar zijn ze? Eén is een bar en de ander is een toilet. Het is tegenwoordig in die literaire wereld erg statusverhogend om ruzie met elkaar te hebben. Zonder ruzie tel je niet mee. Heeft je ook een veet? Want elke goede schrijver tegenwoordig een veet aan zijn broek. Ruzie met die man. Nou,
Een paar. Maar ja, veten, ja, kijk, een beer heeft altijd luizen in zijn pels. Maar ik had eigenlijk hier Thomas Rapp wel verwacht, die oplichter. Heeft u een veten in uw werk met iemand? Al met zo ontzettend veel mensen. Hoe hadden we het toch kunnen vragen? De meest beruchte en langdurige veten is die tussen schrijver-regisseur Theo van Gogh en zijn collega Leon de Winter. Een uit de hand gelopen akkefietje van 8 jaar geleden heeft een heuse wig gedreven in de literaire gelederen. Als ik de stand opmaak, dan is het ene team Hugo Brandt-Corsius, Leon de Winter. Het andere team Theo van Gogh, Theodor Holman en Jan Vrijman. Ik zou zeggen 2-0 voor Van Gogh. Nou, ik vind Theo van Gogh oké. Okay. Ja? Nou, die andere ken ik niet, maar Theo van Gogh vind ik oké. Okay. Ik sta achter Theo van Gogh. En Karel Peters is een beroepsrat, dus ik vind terecht dat hij aangevallen wordt. Nee, maar ik vind 7 jaar na dato, nou nog, en dan van die grote dikke worm met van die hoofd is erbij geschreven en zo. Ik stem op Theo. Ik ben volgens mij de enige Nederlander die zowel bevriend is met Theo van Gogh als dan met Leon de Winter. Zou Jos Zwageman soms niet van vetes houden? Ik probeer telkens een vete te instigeren, maar dat lukt mij niet. Ik ben niet iemand van vetes. Cassian de Joost, we zullen hem eens een handje helpen. Wat vindt bijvoorbeeld Boudewijn Buug van Jos Zwageman? Ah, sodemieter op zeg. We hebben het over kwaliteit toch? Schei uit. Van hoeren lopen proza, dat is toch niks? Ziezo, die twee zijn onder de pannen. Er is weer een vete bij. Ondertussen heeft Xaviera Hollander een van haar minnaars teruggevonden. Het is Dick Vestijk, de zoon van Simon Vestijk. We vroegen ons af of Dick ook schrijft. Ik heb net met mevrouw Hollander tijd over zitten praten, maar we zijn allebei achtergekomen dat dat toch zinloos zou zijn. Je blijft altijd in de schaduw van staan. Het ziet er niet zonnig uit voor die jongen. Eerst in de schaduw van zijn grote vader en nu ook nog in de slagschaduw van Vera de Vries. Elk jaar mag de versiering na afloop van het bal door de gasten worden meegenomen. Een mooie traditie. Edoch, Grijp Graag Nederland stond nu wel erg vroeg paraat. Om 11 uur begon het bal en om 11:15 begon men al met loeren. En als het eerste schaap over de dam is, juist. Om 12:30 was de zaak leeg. En dit is het trappenhuis. Hier was het nog vol. Het lijkt wel de uitverkoop op de Crea-afdeling van de Bijenkorf. En kijk daar eens. Vera de Vries heeft de andere minnaar ook teruggevonden. Tot slot de overloop van de Schouwburg. Concluderend kan men stellen dat het boekenbal reuze geslaagd was. 1 ding is zeker, je neemt er wat van mee. Méditerranée, zo blauw, Méditerranée, zo blauw, met je mademoiselle, belle, 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 Méditerranée. In de never-ending story van de nouveau riche en de minder bedeelde, gingen we deze zomer eens een kijkje nemen in Saint-Tropez. Deze opwindende badplaats aan de Côte d'Azur, beroemd geworden door de decadente feesten van de jet-set, de oogverblindende jachten en de reliquieën van Brigitte Bardot, trekt jaarlijks tientallen miljonairs en hordes toeristen. Saint-Tropez is een eeuwenoud stadje vol historische monumenten. Dit is de winkel van Johnny Hallyday. Dit is het café waar Brigitte Bardot ontdekt is.
En dit de 80-jarige platenbons Eddie Barclay, die net voor de 8e maal getrouwd is met een 17-jarig meisje. Hij heeft dan ook veel bekijks. Verder zijn er pittoreske terrasjes, rustieke straatjes, een gezellig marktje en geinige boutiquejes. Slapen doet men niet in Saint-Tropez. Alhoewel, dit is de Biblos. In dit hotel kost een suite 1200 gulden per nacht. Maar we vonden het zwembad iets wat aan de kleine kant. De pool in de Messagère daarentegen is al een stuk beter. Maar de doorgewinterde Saint-Tropez-ganger neemt natuurlijk zijn eigen zwembad mee. Het hoogste evenwel wat je kunt bereiken in Saint-Tropez is om met je eigen exclusieve jacht aan de exclusieve kade te mogen liggen. Want waar gaat het om in Saint-Tropez? Je bent hier om te kijken of je wel bekeken wordt. Oh, 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 wat moet het heerlijk zijn om vanaf je eigen achterdek van zo'n uitzicht te kunnen genieten. Dit is het ware leven. Een droom voor velen. Maar is het wel een droom? Het bezitten van een jacht is bepaald geen sinecure. Rijk zijn valt niet mee. Een voorbeeld. Je zal maar net een boot voor 15 miljoen gekocht hebben en die boot heeft een ronde achtersteven. Het lijkt wel mooi, maar je zit zwaar fout. Dit jaar is namelijk de rechte achtersteven in. Ook de loopplank is een coup de merde. Hebt u matrozen die ermee moeten sjouwen, dan telt u absoluut niet mee. De loopplank moet automatisch. En als u dit bordje ziet hangen, loopt u dan rustig door. Dit betekent dat de boot gehuurd is. Ook al kost het 50.000 gulden per week, u ligt ermee voor schut in Saint-Tropez. En dit kan natuurlijk helemaal niet. Alhoewel men niet of nauwelijks vaart in Saint-Tropez, hebben de reddingsboten wel degelijk een functie. Staan ze beneden deks, dan hoort u erbij. Staan ze bovenop, dan bent u passé. En ook dit is heel sneu. Ongetwijfeld goed bedoeld, maar jammer voor die mensen. Met zo'n midlife crisis op wielen kunnen ze beter in Zandvoort liggen. Nee, zo hoort het. De heli bovenop en de Ferrari erachter. Ten slotte de bediening. Vrouwelijke matrozen zijn een must dit seizoen. En zo valt er altijd wat te beleven. Harry Marlou, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles et tes gueulants. T'accordéon, ça fait pas de rente, mais c'est si bon. T'es gigolo, te déshabille sous le métro de la Bastille. Pour se saouler à tes jupons, ça fait gueuler, mais c'est si bon. Maar ook op de kade is het leven niet eenvoudig. Dure auto's mogen er wel op, gewone niet. Nee, Saint-Tropez is niet voor Jan en Alleman. Alhoewel, kijk eens wie we daar hebben. Goedemorgen. Op gevaar af dat u inmiddels een overdose Jean de Bouvry hebt gekregen, willen we u toch uitnodigen voor een tochtje. We mochten met de succesvolle ontwerper mee in zijn supersnelle speedboot. Er zijn twee soorten speedboten in Saint-Tropez. Je hebt de Riva, een oud, gerenommeerd en chic merk. En je hebt de Sigaret, duur, flashy en nieuw. U begrijpt wel dat we met Jan de Bouvry in de laatste categorie terechtkwamen. Vanaf zee ziet Saint-Tropez er prachtig uit.
Er is veel natuurschoon te bewonderen. Dit is het huis van Brigitte Bardot. Dit van de familie von Opel. U weet wel van de kadet. En dit is de tent van Günter Sachs. So zu sehen ist er zu Hause. Er zijn nog meer Hollanders bij de speedboot aan de Côte d'Azur. Nadat we tot tweemaal toe voorbijgevaren werden door de snotneuzen van de familie van Trooijen uit Bilthoven, zakte het humeur van onze gastheer al danig. Maar toen er rechts ook nog een ordinaire waterscooter passeerde, werd het hoog tijd om naar het strand te gaan. En niet zomaar een strand, nee, plage Tahiti. Het strand van de jachteigenaren. Hier is alles reuze chic. Je wordt er opgehaald met een bootje. Jan de Bouvry was erg behulpzaam. We hebben het strand maar het strand gelaten, want we mochten ons verkleden bij Jan de Bouvry thuis. Sinds 20 jaar heeft Jan een zomerhuisje hier. Is Jan de Bouvry eigenlijk in Saint-Tropez al even geliefd als in Nederland? Ik vond het echt een moment dat de bakker me dag ging zeggen. Dat hij zegt, bonjour Jean. En 's morgens even de croissant met de koffie tussen de mensen uit het dorp. En met name in de winter hebben ze dus niets te doen. En dan denk je, ja, ik mag erbij zitten, wat leuk. Ja, ja. Dat is wel altijd in Nederland, hè? Want daar bent u echt beroemd en bekend en hier niet. Valt u dat wel? Of? Ja, ik vind dat heerlijk. Gewoon dat ze niet weten wie ik ben. Tot slot vroegen we aan de man, die zulke dingen altijd feilloos weet, wat er modieus is in Saint-Tropez. Wil je er gewoon goed uitzien, moet je spijkerbroek en een t-shirt en een paar gimpjes. Heel basic. Geen sokken. Pardon? Geen sokken. We liepen dus zwaar voor schut. En namen maar een terrasje. Wat doet men nu de hele dag aan boord van zo'n groot, duur jacht? Men laat de hond uit. Het is natuurlijk wel allemaal leuk, zo'n boot en zo, maar varen doet men er niet mee. Er wordt alleen af en toe 10 minuten naar het strand op en neer getuft om te lunchen, maar dan alleen als er geen golven zijn. Golven geeft rommel. De schemerlampen kunnen omvallen, de schilderijen gaan scheef hangen, het barbecue-setje wordt nat en de afstandsbediening raakt van slag. Nee, men blijft liever aan de kade. En wel op het achterdek. Op het voordek niet, want dan ziet niemand je. Ik kom hier al misschien 20 jaar. En ik liep vroeger aan de andere kant van de kade. En ik zat naar de mensen te kijken op de boot. Met een beetje afgunst en iets dat ik nooit zou kunnen bereiken. En nu zit ik aan deze kant en ik verkies het wel. Als je hier nu in Saint-Tropez rondkijkt, ziet u veel geopereerde mensen rondlopen? Oh, er loopt hier een fortuin rond voor mij, ja. Bij iedereen zie ik wat, dus...
Ook is het heel belangrijk als je aan boord van een jacht bent om veel en overvloedig aan de reling te staan. Of om wat te treuzelen op de loopplank. Want eenmaal aan de kade ga je op in de menigte en ben je niemand meer. Verder slaapt men wat, men drinkt wat, er wordt wat gedeeld en men eet wat. Maar de meest geliefde bezigheid is toch wel klaverjassen. Kortom, het leven aan boord van een jacht, het is net een camping. Met dien verstande dat hier een plaatsje 500 gulden per dag kost plus $100 fooi. Maar hoe mooi en groot je jacht ook is, er is er altijd wel een die nog groter is. Uit het plaatselijke Stan Huygens journaal vernamen we dat de Prins de Lignac, oftewel onze eigen Bram van Leeuwen, de man van 400 miljoen, met zijn drijfpaleis in Saint-Tropez gearriveerd was. En hoera, 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 we mochten bij de prins op audiëntie. Zenuwachtig belden we aan. Dag meneer Van Leeuwen. Ja, welkom aan boord. His Royal Highness Bram van Leeuwen, voor intimie Leo, woont sinds 9 jaar op zijn schip. Tezamen met 16 bemanningsleden en 12 Oriëntaalse bedienden. Zomers ligt de boot in de Middellandse Zee en 's winters in de Caribbean. Overvaren doet het schip niet. Het gaat in een droogdok de oceaan over, want varen is zonde van de boot. De prins is heel trots op zijn luxe woning. Hij heeft het zelf ontworpen samen met een Italiaanse architect. Smaak, heeft u dat nu van huis uit meegekregen? Is dat in de loop van uw leven gekomen? Nee, ik geloof dat je smaak ontwikkelt. Ik werd geboren in een heel eenvoudige omgeving. We hadden geen mooie dingen thuis. En dan begin je met allerlei kitsch smaak te vertonen. Ja. En naarmate je mooiere dingen ziet, ga je er meer aan wennen en dan ontwikkel je je smaak. Is dit toch allemaal goud, meneer Van Leeuwen? Ja, dit is 24 karaat goud plaqué, doublé. Ja. En het voordeel daarvan is, het hoeft niet gepoetst te worden. Ja. Dus een droge doek erover en alles glimt. Op mijn vorige schip had ik koper. En daar had ik een extra steward nodig om al het koper te poetsen. Dus je ziet, in de praktijk is goud goedkoper dan koper, want spaart men een steward uit. Hollandse zuinigheid is en blijft een deugd die er niet uit te slaan is. In de Japanse gastencabine is alles Japans. Japanse tegels, Japanse lampen, Japanse sloffen, Japanse snoepjes, Japanse eau de cologne, Japanse waskommen, Japanse zeep, Japanse tandpasta, Japanse shampoo, Japans haarwater, Japanse talkpoeder, Japanse jacuzzi en Japanse literatuur. In de Chinese suite idem dito en in de Franse ook. De prins houdt van degelijkheid. Het mooist vonden we echter zijn eigen slaapkamer. Die heeft een lapis lazuli badkuip van 1 miljoen, het wastafelsetje niet meegerekend. En dit is de geheime deur waardoor de 12 Oriëntaalse jongens naar binnen mogen wippen om de prins zijn rug te boenen. En zo. Gold finger. Ja, ik kom er vooruit dat ik van sieraden houd. Dit is de enige ketting die je op een zwempak kan dragen. Dus op een spijkerjek draag ik dit ding, maar anders kan je niet. Dit is mooi, want dat is de nodige karaat. Ik ben een leeuw. Alle kleuren diamanten die er bestaan. Dit is lollig. Je draagt dit horloge met je wapen aan de andere kant.
ongeveer $80,000. Ja, ja. Want er zitten nogal grote diamanten omheen. Ja, ja. But his lies can disguise what you feel for a golden girl. Ik heb het verschrikkelijk naar mijn zin, maar het is hier wel duurder. Het is duur, hè? Ja. Ja. Ja, ja. De camping ook of Saint-Tropez? De camping zelf niet, maar Saint-Tropez, die kustplaatsen zijn ontzettend duur. Ja, als ja. ik ergens op het terrasje moet gaan zitten je zit dan met 8 man en... Ja, je moet bijna 200 gulden betalen, dan zeg ik van... Voor echt een beetje de gewone mensen is het een beetje te duur gewoon. Ja, zijn de stranden ook duur? Nou, de stranden op zich niet zo, die zijn niet duur. Maar ja, wij zijn echte Hollanders, we nemen alles mee, hè? Oh, je neemt alles mee, jij? Ja. Ja! En 's avonds wordt alles nog duurder. Dit is het restaurant wat de jachteigenaren frequenteren. En dit de plek waar alle beroemde mensen elkaar ontmoeten. Zoals Boy George, George Hamilton, George Michael en George Holliday. Na het eten, rond 1:00 of 12:00, gaat men naar een pianobar. Een pianobar is een bar waar een orkest van 5 man speelt zonder piano. Hier kan men gezellig zitten, aan van $40 per consumptie. Goedkoper is men uit in de Papagayo, waar ze de saxofonist uit de Muppet Show gecontracteerd hebben. Hier kost een consumptie $39. Af en toe botst arm en rijk. We waren niet verrast dat de Saint-Tropez de Rolls het wint van de Vespa. Gerustgesteld trokken we naar de disco. Daar is altijd veel te zien. We keken onze ogen uit. Pas in de discotheek van de Biblos werd het ons duidelijk hoe het moet à la Saint-Trop. Men danst op tafel, de jongens dragen de theedoek en de meiden zijn blond. Blondes have more fun. En, non, je ne regrette rien. De volgende dag treft men elkaar dan weer op het strand. Ce n'est pas New York, ce n'est pas Los Angeles, ce n'est pas Paris, c'est la voile rouge à Saint-Tropez. I'm gonna get your girl. Dit is de voile rouge. Dit is heel exclusief. Hier liggen de maffia, de mafkezen... De moguls en de movie stars. When you see all those boats, are you not envious of all those, No, I've learned that the best thing you can do in life is have friends who have boats. You're quite right. Yeah, then you get invited to the, and the friends, you say, good afternoon, I enjoyed the lunch very much. Then they got to clean up and they got to pay the sailors and works better that way. Yeah. No, I'm here actually because my son is here and I'm watching my son watch the girls. As you get older, it works better that way. Yeah. I'm gonna get your girl. Enjoying the sun, enjoying the beautiful weather, the beautiful men. And there are a lot of beautiful women, but they don't appeal to me. Are the bars better here than the American ones? They dress more scantily. Yes? So more shows, you know? Yeah, yeah. It's just more to see. If you love my heart, you're so ooh. Anyway, I find myself deep inside.
strandjes van Saint-Tropez zijn als volgt samengesteld. Er is een klein beetje zand, een groot restaurant en een nog grotere bar. Do you like it here in Saint-Tropez? Come every year. You come every year? Yes, what do you like? What do you like about it? What do you like here? I love the, of course, the beach, the boats, and the boys. The boats, the beach, and the boys? And the nighttime parties. Nighttime parties? Yes. And a lot of partying going on? We've gone to all the gay parties here. To all the gay parties here? Not gay. Oh, the A parties. Différence. Al snel repten we ons naar de strandkapper en de manicure. En deden we een schoonheidsslaapje. Want ook wij werden uitgenodigd voor een E-party. Vanavond is het dan zover. We mogen naar een echt decadent Saint-Tropez jetsetfeest, gegeven door de glamourkoning van Saint-Tropez, de Hollander Hans Verver, een vriend van de prins de Lignac. Hij heeft een flatteketetje erbij genomen van 2 ton per verdieping en geeft een housewarming party. Gefeliciteerd. Dank u. En waarom is iedereen in het geel en wit? Nou, ik vind het leuk om een kleur te geven, een thema erbij. Ene keer doen we het zwart en wit aan boord en nu de huldiging van het huis. Het is niet omdat je bij het Vaticaan bent gaan behoren. Nee, ik helemaal niet. Hans Verver wordt wel eens genoemd de paus van de jetsetfeesten. Vorig jaar heeft u een groot feest. Ja, voor mijn verjaardag in Fort Lauderdale heb ik een vliegtuig gecharterd met 80 man erin. Ja. Toen we 2 weken gaan reizen in Florida, een cruiseschip half afgehuurd, zijn we naar de Bahama's geweest, naar Disney World. Het duurde 2 weken. Ja, en was dat een reden ook? Of was voor de verjaardag. Of voor de verjaardag? Ja. Wie heeft je uitgenodigd? Heel veel mensen, veel vrienden uit Cannes, uit Monte Carlo. Er zijn vrienden uit Amerika gekomen, er zijn vrienden uit België gekomen. Ja. Nieuwsgierig geel mengden we ons tussen de chic van Saint-Tropez. Ook het glamourvolle koppel Willeke van Amerooy en Marco Bakker was van de partij. Zij lagen met hun zeilboot in de buurt. Marco is en blijft een echte professional. In september komt een nieuwe cd van mij uit met allemaal liedjes uit. Dit is al in oktober uitgezonden. Ja, dus ik ga het even opnieuw. Gaan we dus even opnieuw. Er is net een cd van mij uit met allemaal. Ook hier sloeg onverwacht het noodlot toe. Denk je op een exclusief, decadent buitenlands feestje te zijn, staat ineens Tineke de Nooi naast je. Tineke is gast aan boord bij de Prins de Lignac. Maar het is enig om het mee te maken, want Leo is een voortreffelijke gast hier. Ja. Het heeft zo'n naam, Saint-Tropez, hè? Al vanuit iedere jeugd. Ja, ik kwam hier ook binnen en ik denk, waar is Brigitte Bardot? En gevonden? Nee, Johnny Hallyday en die moest in een hoek zitten en wij kregen een hele tafel. Pardon, vertel eens even, hoe was dat dan? Ja, dat is gewoon als de prins binnenkomt, dan krijg je alles. Jullie gingen met de prins. Met de prins. En ik loop erachteraan. Dat pleit het strand. Ja. Dat pleit het strand, ja. Ja, absoluut. Maar krijg je dan zoveel egars, is die wappert met flappen en dat hou je niet voor mogelijk. En daarnaast pleit het terras. Ja? Ja. Voor de lunch. En daarna wij. Niet alleen Tineke is uitgenodigd voor een cruise met de prins, maar ook Heim Rijken, de kapper van Vanessa, Pieter van Berne, binnenhuisontwerper, Jan Jochems, horeca-exploitant en gezelliger kan het bijna niet, Ronnie Tober. Ronnie had de tijd van zijn leven. Het had zelfs in de krant gestaan dat hij er vanavond bij zou zijn. En ze hebben het geweten daar in Saint-Tropez. Jij geeft een bootje. Ik geef een bootje. And his parents brought him to the chapel. When he was only 1 day old. Je de hele nacht met mij. Ik dacht dat hij stemmen nog met mij.
when at last my life on earth is through. Saint-Tropez is leuk. Het is net een camping. Een dure camping. Het was een welvarende week. Benieuwd wat de volgende keer weer te genieten valt in Society Minnend Nederland. Gaat het weer een beetje, meneer Dreugen?